Wat ik heel vaak tegenkom, zijn foutjes gemaakt door leerlingen van mij die veroorzaakt worden doordat ze hun rekenmachine niet goed hebben gebruikt. En in deze video ga ik je laten zien, allereerst wat er dan fout gaat en natuurlijk nog veel belangrijker, wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat je in de toekomst deze fout vaker gaat maken. En ik wil het toelichten aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld is het volgende stijl. Je moet het volume van een voorwerp uitrekenen. Als je de massa en de dichtheid weet, dan kun je dat uitrekenen zoals ik hier heb laten zien. Als je nu uitkomt op het antwoord 19, 19 kubieke meter in dit geval, dan heb je dus die fout gemaakt. Maar hoe komt dat nou, die rekenfout? Ik ga je eerst even laten zien wat het had moeten zijn als je het netjes intikt in je rekenmachine. En je kunt het zelf dus al testen. Dan komt er uit als antwoord 19 x 10 de macht min 6 kubieke meter. En grappig genoeg is dat er omgerekend naar kubieke centimeters, is dat wel weer dat getalletje 19. Maar eh, vergis je niet, daarbovenin heb je echt een rekenfout gemaakt. En dat kost jou een punt. Ja, de vraag is dus: wat gaat er nu eigenlijk fout? En het heeft allemaal te maken met het gebruik van een getal in wetenschappelijke notatie. En het gaat fout op het moment dat je. Een ander getal deelt door een getal wat je hebt uitgedrukt in wetenschappelijke notatie. Laten we eens even kijken hoe veel van de leerlingen dit wetenschappelijke getal intikken in hun rekenmachine. En dat doen ze als volgt. Ze tikken het getal in en daarna maal 10 tot de macht 3. En dit is in principe eigenlijk wel helemaal goed. Alleen, wanneer je dit zo intikt in je rekenmachine, dan denkt het rekenmachine het volgende... Ik heb een getal dat moet ik delen door 2,70 en wat er dan uitkomt moet ik vermenigvuldigen met 10 tot de macht 3. En dat is natuurlijk niet, uh, niet helemaal goed, dat is eigenlijk gewoon een hartstikke fout. Wat je wil is dat het gedeeld wordt door 2,70 en gedeeld wordt door 10,3. De oplossing is niet zo heel erg ingewikkeld. De oplossing is namelijk het volgende dat je het getal onder de streep tussen haakjes zet. En dat kun je natuurlijk ook gewoon doen in je rekenmachine. En dan, als je het goed doet, dan moet je dus al deze knoppen gebruiken om 2,70 x 10 tot de macht 3 in te tikken in je rekenmachine. En het zijn er 11. Waar gaat het nu vaak mis? Dat gaat bij het vergeten van de twee haakjes. En als je dat dus vergeet, dan krijg je dus echt een pertinent ander antwoord. Het grote voordeel echter is dat jouw rekenmachine een knop heeft die jou hiermee gaat helpen. Een knop uh, waarmee je uh, kunt voorkomen dat je deze fout gaat maken wanneer je aan het delen bent door een getal in wetenschappelijke notatie. En die knop die ziet er als volgt uit. Hangt een beetje af van je rekenmachine. Bij sommigen staat er EXP op, bij anderen staat er twee hoofdletters E's. En bij sommigen staat er 10 tot de macht op. Leer jezelf nu aan om altijd die knop te gebruiken wanneer je een getal in wetenschappelijke notatie in je rekenmachine zet. Het heeft namelijk twee grote voordelen. 1. Je maakt minder kans op rekenfouten en ik ga je dadelijk uitleggen waarom. En twee, het gaat ook nog eens veel sneller. Even weer terug naar dat getal 2,70 x 10 tot de macht 3. Hoe kun je dat in je rekenmachine tikken? Met behulp van die EXP knop, dat doe je als volgt. Je tikt in 2,70 EXP 3 en meer niet. Net hadden we 11 knopjes nodig en als je nu kijkt, dan zie je door gebruik te maken van die EXP knop heb je er nog maar 6 nodig. En het tweede grote voordeel is dat als je die x-knop gebruikt, dat het rekenmachine altijd dat getal bij elkaar houdt. Dus die haakjes die je net nog de voor- en de na moest zetten, die krijg je al automatisch cadeau. Dus gaat het ook nooit fout wanneer je deelt door een getal een wetenschappelijke notatie. Nog één extraatje: stel nou dat er zou staan 2,70 x 10 tot min 3, eh, dan moet je natuurlijk een minnetje eh, ook eh, intikken. Maar dan moet je niet de min pakken die staat bij de plus en de maal, maar bij de meeste rekenmachines heb je daar een apart tekentje voor: een min tussen haakjes. En die gebruik je bij wetenschappelijke notatie.